Ja, de deur ging langzaam open. Mijn vader keek me aan. Ik was 9 jaar. Streng stond hij te kijken als een oude onderwijzer. En zijn ogen stonden raar. Ik wist dat hij heel vroom was. Mijn stem hem wat verteld had, want wat hij zegt is waar. Dus ik ging met hem mee. De berg op met z'n twee. En de wind blies door ons haar. Samen met mijn vader, we wandelden, we renden, we liepen hand in hand. Zoals we altijd liepen, altijd samen speelden met z'n tweeën op het strand. Hoog, daar vloog een adelaar, of was het soms een aasgier, ik wist het niet goed, want mijn vader bouwt een altaar. Ik kijk er nog eens goed naar en een bijl glimt in zijn hand. En jij, die nu een altaar bouwt om kinderen te offeren, stop ermee eens snel. Jouw droomstem is niet heilig of niemand is meer veilig voor jouw hemel of jouw hel. En jij die aan de top staat met een botmes op ons kop slaat, jij was er toen niet bij. Toen ik hulpeloos alleen lag, voor mijn vaders trillend hand lag en het woord klonk hard en schel. En als je mij nu broeder noemt, vergeef me als ik jou vraag, van wie moet jij dat dan? Ik zal je doden als ik moet, maar één ding onthoud het goed, ik help jou als ik kan. Ik zal je helpen als ik moet, maar één ding onthoud het goed, ik dood jou als ik kan. Heb meelij met ons klederdracht, de vredesduif staat voor oorlogsmacht, van wie moet zij dat dan? La zon komt regen. Oké, okay, jongens, daar gaan we. Ja, we zijn steeds met je aan. Weet je, na regen komt zon. Maar daarna toch altijd regen. Zo blijven we gaan. Op hoog van zee. Pijn komt naar vreugde. En vreugde naar pijn. Haat komt naar liefde. Toch moet het zo zijn. Als de wereld zou vergaan. Als nu alles stil zou staan, alles stoppen met bestaan,
Wat zouden we dan missen? Wat zouden we dan missen? Ik ben een mandarijn. Oh, nou, hé, hey, maar ben jij niet die Anthony Kamerling? Hè? En, ja! Ja! Nee! Ja, nee, nee, hij nee. Is het jongen! Nee. Scrub, we pakken hem! Hé, Scrub! Hé, Scrub! Je weet nooit meer! Help! 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 Ze zijn weg. Eindelijk. Wat een gevaarlijke bende. Vraagtekens sieren de wanden van deze tempel. Vraagtekens sieren de wanden van deze tempel en binnen. De generatie hangt gekliefd en gekloofd in de koelcel te wachten om aan repen gesneden tentoongesteld te worden, onder speciaal voor dit doel aangewende TL-buizen. TL-buizen. Anders slaat ze blauw uit en wordt zo als onaantrekkelijk ervaren door het andere vlees in deze tempel. Door het andere vlees in deze tempel. De generatie hangt rond in de cel, vervuld van hooggespannen verwachtingen aangaande de dingen die komen gaan, die komen gaan. De juiste kleren aan is het middel, en er zijn meer middelen. Oh ja. Er zijn meer middelen. Verdovende. Kleren uit is het doel. Kleren uit is het doel. De narcissussen bloeien weer mooi op dit jaar. Zoals altijd. Zoals altijd. Voor de spiegel maakt zij haar bleke gezicht op. De geëpileerde wenkbrauwen staan vragend. Vragend. Het moet maar zo. Vergeten. Verdwalen. Verdansen. Tot de dag verschijnt. Maar wie zal er van je houden? Als je pil is uitgewerkt. Vraagteken.